Er vindt een rechtmatigheidsonderzoek plaats naar mogelijke misstanden op het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. Diana Pocky is de minister op dat departement. President Chandrika Prasad Santokhi zal binnen 2 weken een beslissing nemen in deze zaak. Dat zei het staatshoofd gisteren op een persconferentie in verband met 10 maanden regering Santokhi-Brunswijk. En het rapport van de commissie is 1. Voor wat betreft de rechtmatigheidstoetsing die de commissie als opdracht gekregen had, dat ze dat onvoldoende hebben kunnen beoordelen vanwege 1. De korte tijdsperiode, maar ook die druk die ontstaan is op de onderzoekscommissie vanwege de aantasting van hun integriteit en objectiviteit bij dit onderzoek. Hebben ze dat niet kunnen vaststellen en geen oordeel daarover kunnen uitspreken. 2 is namelijk dat vastgesteld is door een commissie, en dat heeft de minister ook bevestigd, dat in politiek bestuurlijk opzicht inderdaad er fouten zijn gemaakt bij het beleid met betrekking tot grond- en concessieuitgifte en dat de regeringstop daarbij niet gekend is. Terwijl de instructie wel gegeven was dat er eerst afgestemd moest worden met de regeringstop. En als derde vraagt de commissie om alsnog die rechtmatigheidstoetsing te laten plaatsvinden. De president zegt dat deze zaak zorgvuldig en rechtsstatelijk onderzocht zal worden. Het staatshoofd verzocht de bevolking niet te reageren op geruchten over deze kwestie. Hij verzekerde dat de zaak tot in de puntjes onderzocht zal worden door de commissie die daarmee belast is. We hebben de zaak besproken met de commissie. We hebben de zaak besproken met de minister, tot en met vanmorgen nog, mevrouw Diana Pocky. En daarbij is het besluit genomen waarbij de vicepresident, die ook voorzitter is van ABO, vraagt om dit onderwerp ook binnen het bestuur te bespreken, ook met de minister ook te bespreken. Tweede, wat ik als president zeg, op basis van het resultaat van de commissie, moet er dan nog een rechtmatigheidsonderzoek plaatsvinden. Daarvoor gaan we een ander team samenstellen, een team dat appelleert aan de gevoelens van wat we tot nog toe gehoord hebben. Meer deskundigen, meer experts, geen politiek geleerde mensen, objectief onderzoek. Dat gaan we doen. De minister is met verlof, en ze heeft een brief van me gehad, namelijk hangend het onderzoek even met verlof te blijven, om ook die objectiviteit van het onderzoek te garanderen. Die status blijft zo. Volgens de president heeft de regering het gevoerde beleid ook geëvalueerd. Deze evaluatie zal worden meegenomen om te bepalen hoe het beter kan.